Ik neem je een beetje mee op reis om dat wat vage begrip, om dat ja, wat tastbaar te maken, wat aan de voeten te geven. Dus reis mee zo naar het wezen van tribes, het wezen van cultuur. Waar zit dat dan? Want we zeggen daar van alles over. Hè? We zeggen nou, cultuur dat zit in mij. Of we klagen over cultuur. Ja, we kunnen hier niks veranderen, want dat is hier nu eenmaal de cultuur. Of we zijn heel trots op cultuur. Van, ah, je moet echt bij ons komen werken, want we hebben zo'n leuke cultuur. Dus we geven er allerlei oordelen over. Tegelijkertijd, als je tegen mensen zegt, waar zit cultuur? Dus ja, dat weet ik niet. Dat is een gekke vraag. He, zit het in je hoofd, tussen je oren? Of zit het in je hart? Of in je buik? Linkerteen? Dus waar huist cultuur? Dat is moeilijk te zeggen. En toch zeggen we, ja, cultuur zit in mij. En we worden heel boos als het wordt afgepakt. Als je mensen aanvalt op hun cultuur of hun traditie, of dat nou Zwarte Piet discussies zijn of allerlei andere gepolariseerde debatten zo in de samenleving. Je mag niet zomaar aan cultuur komen. Nou, antropologen zeggen cultuur dat zit tussen mensen in. En dat is wel interessant, omdat we in organisatie en MBA-achtige bedrijfskundige opleidingen worden we meestal eigenlijk opgeleid vanuit het psychologisch individueel denken. Dus stel je voor je hebt Ramon in een team werken en Ramon gaat niet zo goed mee. Die spreek je aan, heb je gesprekken mee. Dan hoop je eigenlijk dat je Ramon zijn overtuiging kunt veranderen. En dat hij dan ander gedrag gaat vertonen en het beter gaat in het team. Of hij beter zijn werk gaat uitvoeren. En dat is heel gek, stel je voor dat helpt niet. Nou, je bouwt dossier op, helpt nog niet. Opleiding helpt nog niet. Je neemt afscheid van Ramon. En in plaats van Ramon komt Jeroen. En dan denk je, oh wat lekker Jeroen, wat een frisse wind, heerlijk. Maar na 6 weken merk je dat Jeroen eigenlijk best op Ramon lijkt. Nou, daar zit cultuur. Cultuur zit daar dat je eigenlijk over een groep, over een organisatie, over een team, soms over een heel volk, een soort deken ligt van relationele afspraken die maakt dat een groep meer is dan de optelsom van de individuen. En wij zijn gewend om aan individuele knoppen te draaien. Dus individuele beoordelingsfunctioneringsgesprekken. Terwijl als antropoloog zeg je, ja, maar mensen doen individueel iets anders dan aan groep. Dus waar we eigenlijk op zoek naar zijn, vanuit die antropologie, is de groepsknoppen om aan te draaien. En die kennen we. Dat heet ritueel en verhaal en leiderschap en charisma. Dus er zijn knoppen om aan te draaien waarmee je cultuur kunt veranderen. Cultuur zit tussen mensen in. Dat zijn de white spaces, de bruine, roze, blauwe, gele, oranje, groene, in between people. En er is ooit een belangrijke antropoloog geweest, Bateson. Dat is trouwens ook de grondlegger van het systemisch werken. En die zei wel iets moois. Die zei, als je hand opsteekt, wat zie je dan? En die nou, de meeste mensen zien 5 vingers. Maar antropologen zien de ruimte tussen de vingers in. Daar zit cultuur. Cultuur zijn de spaces in between people. Dus de relationele draadjes die ons verbinden. Nou, is de vraag natuurlijk, als je cultuur wil veranderen en je wilt van een kantoorcultuur naar een digitale cultuur overstappen, hoe doe je dat dan? En om te weten hoe je dat doet, moet je weten welke functie heeft cultuur. Waarom hebben we zoiets als cultuur? Nou, antropologen zeggen, wij hebben cultuur om chaos in orde om te zetten. Dus als je naar deze foto kijkt, New York, pre-corona. Is bijna eng, hè, om zoveel mensen nu bij elkaar te zien. Hoewel ze in New York ook op dit moment hele vreemde bijeenkomsten natuurlijk hebben in het licht van de verkiezingen. Als je deze foto ziet, dan is het een wonder. En als je op je werk komt of in de supermarkt, een wonder dat zoveel mensen eigenlijk toch redelijk ordentelijk goed met elkaar kunnen samenlopen, samenwerken, samenleven. Dat is best knap. Want iedereen heeft ook zijn eigen plan en zijn eigen belang, dus best knap. Nou, hoe doen we dat nou? Nou, mensen hebben iets unieks wat, voor zover we weten, zijn de meningen wat over verdeeld, dieren niet hebben. Wij hebben cultuur. En cultuur ordent onze chaos. Dus per dag heb je ontzettend veel beslissingen genomen. Je hebt überhaupt besloten dat je aan deze digitale week van de overheid meedoet. Je hebt besloten of je vanochtend nog eerst ging ontbijten of dat je zo'n broodje hier achter het scherm pakt. Je hebt besloten of je vanuit kantoor dit volgt of vanuit huis. Wat je met je kinderen doet. Of je wel of niet de was in de wasmachine hebt gedaan. Dus je hebt ontzettend veel besloten. Maar je hebt een heleboel ook niet besloten. Je hebt misschien bijvoorbeeld besloten dat je vandaag makkelijke kleren aantrekt omdat je toch vanuit huis werkt. Dus je hebt nagedacht over wat ga ik aandoen. Misschien wil je er nog wel een beetje goed uitzien dat als je op een interactieve sessie verschijnt, dat je wel een beetje netjes zo voor die camera zit.
Ik denk dat niemand van jullie heeft bedacht, ik ga bloot voor de webcam zitten, voor de camera. Ja, dan werd het een andere week van de digitale overheid. Ook leuk zo, de homoeroticus. Maar dan werd het een andere week. Je weet gewoon, als je naar je werk gaat, of dan een virtueel digitaal is of in levende lijven, doe je kleren aan. Dus over een heleboel dingen op een dag hoef je niet na te denken. Die weet je gewoon. Zo zijn onze manieren. En hoe wij dat doen eigenlijk als mensen is dat wij hebben een vrij binair brein. Dus we delen dingen steeds in hokjes op. Dus je maakt eigenlijk met elkaar beslissingen waarin je zegt, dit is efficiënt gedrag, dit is geen efficiënt gedrag. Dit is collegiaal, dit is oncollegiaal. Dit is ziek, dit is gezond. Dit is gek, dit is normaal. En dat doe je eigenlijk de hele dag. Voor de samenleving, voor je eigen gezin, voor je werk. Dus je maakt de hele dag afwegingen, wat vinden we goed, wat vinden we niet goed. Wat je eigenlijk doet op het moment dat je cultuur gaat veranderen, dus bijvoorbeeld meer digitaal op afstand gaat werken, is wat je eigenlijk doet, en dat is goed om je te realiseren, is dat je mensen in neurologische chaos stort. Dus eigenlijk zeg je alles wat je gewend was te doen, 's ochtends in je auto stappen, naar kantoor rijden, dat doe je nu anders. Dat betekent dat je over veel meer dingen moet nadenken, dat je routine kwijt bent. En cultuur is nou juist zo fijn, omdat een heleboel dingen vanzelfsprekend zijn, zo zijn onze manieren, hoef je minder na te denken en daardoor houden wij mensen breincapaciteit over voor slimme dingetjes. Om smartphones te ontwikkelen of geweldige medische uitvindingen te doen of naar de maan te vliegen. Dus op het moment dat je cultuur afpakt of verandert, wat er dan gebeurt is dat we weer meer moeten nadenken en dat je brein overbelast wordt, word je moeier en dan hou je geen tijd meer over voor slimme dingetjes of voor creativiteit of voor de liefde. Dus dat vinden we niet zo leuk. Dus we hebben de neiging als mens om eerder op oud en vertrouwd te gaan dan op nieuw en spannend. Dus daarom is het invoeren van digitalisering bijvoorbeeld, of een andere manier van werken of een andere procesgang, is moeilijk. Want daarmee stort je mensen in culturele chaos eigenlijk. Dat is wat organisatieverandering doet. Nou, hoe leer je nou cultuur? Cultuur leer je echt van elkaar. Wij mensen hebben spiegelneuronen in ons hoofd. Wij zijn tot zo 10, 11, 12 jaar hebben echt fysiek ontzettend afhankelijk van ouders, verzorgers. Daarna nog een tijdje om het allemaal goed te laten lukken. Maar zo tot 10, 11 jaar kunnen we echt niet leven zonder ouders, verzorgers. Dat is anders met vogeltjes. Die vliegen vrij snel, even flapperig, even wiebelig. En dan vliegen ze uit hun nest. Wij mensen hebben heel lang spiegelneuronen nodig. En spiegelneuronen helpen ons om onze verzorgers, onze peers, onze leiders te kopiëren. Wij zijn wandelende kopieerapparaatjes en je ziet het als je een babytje vasthoudt en je steekt je tong uit dat hij dat dan zo lief terug doet. Dat zijn spiegelneuronen. En het gekke is dat die dingen niet afsterven, dus die blijven eigenlijk levenslang werken. Het is niet zo dat als je volwassen bent dat ze dan weggaan omdat je ze niet meer nodig hebt. Die blijven. Dus wij veranderen voor cultuur, vooral cultuur door voorbeeldgedrag, door onze leiders te volgen. Dus het is minder belangrijk wat mensen zeggen, of wat er in een PowerPoint-presentatie of in een beleidsnotitie staat, dan wat ze doen. Wij volgen mensen in wat ze doen. Wat spiegelneuronen zijn, kan dit meisje als geen ander aan je laten zien. Mooi, hè? Cultuur leren wij van elkaar.